Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij De Koers is van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. Het is los. There he goes. Gotcha now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Der Poel. Explosion door Remco Evenepoel. Here goes the attack. Lotte Kopecky. Mathieu van der Poel is a monument man again. Er is een donkere tijd in het wielrennen geweest dat de transfusies het wielrennen beheersten. Nu zijn het de fusies, de fusie. Wat een bom was dat, het nieuws dat Jumbo-Visma en Soudal Quickstep volgend seizoen zouden, zo moeten we nog altijd zeggen, fusioneren. Maar goed, het is wel meer dan een gerucht. Het is een piste, het is een mogelijkheid en dat heeft uiteraard alle nieuws beheerst. Ik was zondag op de redactie toen collega Jan-Pieter de Vlieger daar was om alles rond het EK een beetje op te pikken en dan plots viel die bom. En enkele telefoons later bleek dat er toch wel iets aan de hand was. Goed, als er bommen vallen, dan heb je iemand nodig die de situatie onder controle kan houden, desnoods ontmijnen. En zo iemand zit bij mij, wielerredacteur Guy van den Langenberg. Dag Michael. Dag Guy. Even spanning ingehouden, hè, wie het precies was. Ja, het was zondag mijn laatste vakantiedag, na 3 weken vakantie. Ik moet zeggen dat collega en goede vriend Raymond Kerkhoffs het begin van de werkweek van peper en vuur heeft voorzien. Ja, wij kennen Raymond allemaal heel goed. Heel fijne mens, maar ook een heel goed journalist. Absoluut. En dat was natuurlijk ook wel een beetje de start van het geheel. Dat we dachten van, tja, als Raymond daar op die manier mee aankomt draven, dan zal er wel iets aan de hand zijn. We hebben intussen ook wel rondgebeld. Van Jan-Pieter weet ik het van. Ja, hij hoorde ook wel vrij snel van, ja, er is wel iets meer dan puur een gerucht. Hè? Ja, dat klopt. Ik heb maandag ook heel veel lichtjes opgestoken en toch ook wel overal de bevestiging gekregen van dat er inderdaad wel rook was. Mm-hmm. Of er effectief vuur gaat komen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat is geen zekerheid, maar het is een piste die op tafel ligt en dat is dat alleen al is een zeer belangrijke vaststelling. Want we zijn nu enkele dagen later, hè, eigenlijk elk medium, wij ook, hebben alle pro's en contra's in eerste instantie afgewogen in de zin van, is dit überhaupt mogelijk? Mm-hmm. Wat zijn de praktische bezwaren? En dat blijken er wel heel wat te zijn. Langs de andere kant, Johan Bruineel vandaag in de krant, die heeft ook ooit zo'n fusie doorgemaakt. En die zei ook, ja, we zetten daar een jurist op. En uiteindelijk al die reglementen van de UCI, bedoel, die grote bedrijven, die zijn wel meer gewoon, die lossen dat dan wel op. Maar met alles wat er gepasseerd is, Guy, met alle lichten die jij hebt opgestoken, hoe realistisch is dat nu, dat er echt van komt? Ja, ten eerste het verhaal destijds van Leopard en Trek, dat speelde zich af in augustus, mm-hmm. wat toch al een maand vroeger is. Ik ken de juiste cijfers niet, maar ik dacht wel dat er iets minder renders bij betrokken waren dan dat nu het geval is. Dus we zitten nu met een fusie van, en de getallen variëren, maar laten we er toch vanuit gaan dat er 50 renders bij betrokken zijn, terwijl dat je maximaal 30 renders op de loonlijst mag hebben staan. Enfin, met de nuance dat je natuurlijk ook nog een development team hebt, waar je wel wat renders kunt stellen, mm-hmm. maar geen 50. Hè. Ik denk dat we nu spreken van 52 renders. Die kan je niet allemaal in een World Tour en in een development team steken. Er is een officiële beperking van UCI uit ook. Hè? Het is niet alleen 30 renners hebben. Is het maximum voor een World Tour team. Dus je kan die overige renners niet dan bestellen in een opleidingsteam. Dus daar gaan de renners moeten afvloeien. Wat natuurlijk wel zo is, als de fusie er wel zou komen volgend jaar reeds, dan heb je nog het sponsorgeld van Jumbo, want die blijven aan boord tot eind 2024. En zou er ook al de centen of het budget van Soudal bij komen. Ja, dan heb je natuurlijk een extra budget om renners te doen afvloeien. Niet enkel renners, want personeelsleden, toch zeker bij Quickstep, die hebben een bediende contract. Er gaat dan ook iets moeten voor geregeld worden. Ik zeg niet dat ze allemaal weg moeten, maar
daar heb je ook centen voor nodig om, om het personeel dat overbodig is, om die te doen afvloeien. Dus je hebt nu het voordeel, dat is natuurlijk heel cru gesteld, maar mocht de fusie nu al doorgaan, dan heb je twee budgetten. Dan kan je eigenlijk zeggen dat je één budget hebt om de ploeg te onderhouden. Dus even uitleggen, Guy, sorry dat je onderbreek. Voor degenen die niet helemaal mee zouden zijn, Jumbo-Visma die stoppen eind 2024 met sportsponsoring. Maar als Jumbo-Visma, de huidige ploeg, nu al iemand vindt voor volgend seizoen, dan betaalt Jumbo nog door, terwijl ze ook al die nieuwe naam op de trui mogen zetten. Dus dubbel geld, en met dat geld zouden inderdaad de fusie kunnen bekostigen. Ja. Voilà. Vertel vooral verder. Ja, veel kun je daar niet verder over vertellen. Het is gewoon zo dat er dan budget vrij is om de fusie te bekostigen, en dat je eigenlijk al op een financieel gezonde basis kan beginnen werken vanaf 2024. Maar nogmaals, het is geen vaststaand feit. Hè. Het zijn gissingen, het zijn geruchten en ze zijn zeker op iets gebaseerd. Maar de zekerheid dat er volgend jaar een ploeg Soudal-Visma of Visma-Soudal zal zijn, die hebben we niet. Ik vind het een moeilijk verhaal. Het kan perfect, maar ik heb toch ook mijn vraagtekens. En ook vooral omdat Patrick iemand is die toch wel zeer gehecht is aan zijn personeel, die ook bijvoorbeeld in tijden van corona zijn personeel nooit heeft laten vallen en altijd is blijven betalen in de mate van het mogelijke. Dus Patrick Lefevre is niet een man die zomaar 50, 60 mensen in de kou laat staan, want daar gaat het uiteindelijk wel om. Hè. Er staat, denk ik, ongeveer een kleine 90 mensen op de loonlijst, onder wie 30 renners. Die gaat hij niet meer zo... Die kan hij niet zomaar laten vallen. Ja. Maar destijds natuurlijk de fusie tussen Leopard en Trek. Mm-hmm. Tussen Radio Shack, wat dat dan zegt. Radio Shack, En Leopard, die inderdaad door Bruneel is moeten uitgevoerd worden. Ja, Bruneel zegt vandaag ook, uiteindelijk heeft men wel voor iedereen een oplossing gevonden. Dus inderdaad, met die parachute die daar nog altijd is richting volgend seizoen van Jumbo, is het misschien wel mogelijk om een elegante oplossing voor iedereen te vinden. Iedereen mooi uitbetaald. Patrick zal er misschien wel over waken. Goed, als ik het samenvat, als ik jouw uitleg samenvat, dan komt het erop neer. Het argument dat het volgend seizoen al mogelijk zou kunnen doorgaan, is om effectief gebruik te maken van die parachute van Jumbo-Visma om de hele operatie te bekostigen. Ja, het argument tegen is natuurlijk die heel moeilijke oefening die moet gemaakt worden met al het personeel, al die renners, omdat tegen volgend seizoen al, terwijl de meeste renners nu onder contract liggen... En terwijl de meeste ploegen ook volzet zijn, zowel qua renners als omkadering... Bij de gegadigden, want er zijn ook twee World Tour licenties. Een van die twee zou kunnen doorgegeven worden. Bon, daar zijn ook nog juridische addertjes onder het gras van wanneer kan die dan gebruikt worden enzovoort. Maar een ernstige suggestie die er ook al was Total Energies, die geen World Tour zijn en die blijkbaar wel nog wat ruimte hebben om renners binnen te nemen. Dus wie weet, er valt wel. Ja, absoluut. En Total Energies reed dit jaar op Specialized. Voilà. De fietsenconstructeur die ook bij Soudal Quickstep binnen zit. Dus ja. We hebben het oplossing gevonden, Guy. We hebben het opgelost. Want ander onderwerp dan. Er kwam ook een mail van Patrick Lefevre. Ook dan was ik weer aan het werk, dat hij naar zijn personeel. Want inderdaad, je kan je voorstellen dat bij beide ploegen, en dan zeker bij Soudal Quickstep, waar het eigenlijk al de tweede keer is, nu veel ernstiger, maar destijds met het gerucht rond Ineos, waar... dat toch voor bepaalde mensen niet fijn moet zijn om dat te horen, ook al zijn dat geruchten. En dan stuurde Lefevre een mail om eigenlijk zijn personeel gerust te stellen. Maar ik vond die mail nu ook niet. Die mail was niet zo opgesteld van hier is niks van waar, maak je geen zorgen, tot 2027 lopen alle contracten nog. Nee, wat er in die mail eigenlijk stond is van er is niets concreets, maar wat versta je onder concreet? En als het verandert, dus die mogelijkheid stond er zelfs in, dan laten we het wel weten. Dus vond dat inderdaad. Nu niet, als ik een personeelslid zou zijn, zou ik daar nu niet helemaal mee gerustgesteld zijn. Nee. Ja. Ik kan dat alleen maar bevestigen. Het was niet de mail waarvan je zegt van, we zitten gerust. Nogmaals, het is aan de personeelsleden om de juiste interpretatie te maken. En ik denk dat de meerderheid ook Patrick wel zeer goed kent en goed genoeg kent om
ja, denk ik, om te beseffen dat er wel iets aan de hand is en dat er misschien wel iets zal gebeuren. Ja. Maar nogmaals, we zitten een beetje in het eiland te praten. Dus over het is moeilijk. Ja, het is moeilijk. Maar ik onthoud vooral argumenten pro dat het volgend seizoen al zou kunnen doorgaan, maar zeker en vast ook contra. En dan zullen we het inderdaad wel zien. Wat in de voorbije dagen ook mij wel opviel, is dat heel veel analisten, journalisten, columnisten, weet ik veel wat, heel veel begrip ergens hebben bij waarom Soudal Quickstep dit zou doen, met name Lefebvre. Wij bekijken dat natuurlijk door de Belgische bril. Mm-hmm. 68 jaar, goed, oké, misschien willen wij het wat rustiger aandoen, die ploeg afstaan. Dus daar was wel begrip voor, maar de meeste mensen vragen zich af, ja, wat is de win van Jumbo-Visma? Waarom zou Jumbo-Visma dit doen? Het gaat daar toch allemaal fantastisch, buiten dat ze een sponsor zoeken. Ja, voilà. Dat is natuurlijk het grote punt. Dus Jumbo haakt af eind 2024. Dus je moet een vervanger zoeken. En er waren al geruchten van Saoedische geldschieters, een vastgoedproject, Quim, als ik het goed voor heb, dat zou willen instappen. Op dat niveau wordt natuurlijk wel heel veel onderhandeld, maar het is wel een feit dat Richard Pluggen en Patrick Lefebvre elkaar zeer goed kennen. Respectvol met elkaar omgaan. Pluggen had ook tijdens de Vuelta al ergens een interview gegeven waarin hij zei van, goh, ja, misschien koop ik wel Soudal Quickstep, of hebben ze ons gekocht. En dat was in onverdachte tijden, en dan denk ik van, leuke quote. Maar als je dan achteraf gaat kijken, je hebt ook het interview gehad van Vic Swerts, de grote baas van Soudal, in de tijd, waarin hij ook zo toch een beetje in raadsel sprak. Dus hij zei van, goh, wij willen de Tour winnen, maar of dat dan nu meer Remco is, of iemand dat anders, dat maakt niet, ons niet uit. Dus Fabo, zij verbinden zich niet meteen aan Remco, of zij verbonden zich toen uitdrukkelijk niet aan Remco. Nu, terwijl dat wel de man was die hij op dat moment sponsorde. Dan achteraf begin je zo, goh. Heiboer die op een bepaald moment ergens zich liet ontvallen van, oh, met Remco Evenepoel zou ik wel nog willen werken. Niet enkel Heiboer, ook Richard Pluggen heeft dat letterlijk gezegd. Dus ja, dus ja, ze maar, zien het wel zitten, blijkbaar. Ja, maar dan is dat natuurlijk de vraag, ja, wat zegt Remco? Welke rol speelt hij in het verhaal? Want ja, als je natuurlijk naar Soudal Quickstep en die renners gaat kijken, is er daar één die echt in het oog springt, die een beetje het profiel eventueel zou kunnen hebben voor Jumbo-Visma en die ook gewoon echt een van die meest gegeerde toppers is die er rondrijdt. Ja, gaan ze hem dan meenemen of gaat het, wat is de bedoeling? Dat is een vraag van 100 miljoen, hè. Wat zijn de mogelijkheden? Wel, zoals wij het nu zien, je hebt het begrip de paying agent. Bij wie gaat zijn licentie van de hand doen? Komt Remco onder een andere paying agent terecht dan, en ik druk me heel voorzichtig uit, maar dan gaan de meeste mensen ervan uit dat hij vrij is. Dus dat hij agent, dat is eigenlijk, als er dan een fusie is van wie van de twee ploegen is uiteindelijk degene die letterlijk de structuur is, die blijft, die de contracten moet uitbetalen en alles overneemt, alles betaalt. Zoals wij nu zien, zal dat Jumbo-Visma zijn? Zal dat Richard Pluggen zijn? Want die is ook 100% eigenaar van het team. En gaan wij ervan uit in al onze bescheidenheid en kennis dat Lefebvre en Bakkala hun licentie van de hand zullen doen? En dan komt Remco eigenlijk in de situatie dat hij vrij is. Vrij in de zin van, als hij zegt van ja, ik kan mee in de fusie, dan is het andere kamp, zijn de Pluggen verplicht om het contract te honoreren. Als hij zegt van, goh, nee, dan is hij vrij om te gaan waar hij wil staan. En ja, en dan zit je natuurlijk weer met de verhalen rond Ineos en krijg je eigenlijk weer een aantal puzzelstukjes waarvan je zegt van ja, die kunnen nooit in elkaar vallen, die nu plots wel in elkaar gaan vallen. Dus Remco die vrij is, die geen contractbreuk hoeft te plegen, die eigenlijk juridisch geen stappen moet ondernemen om te vertrekken. En die dus zou kunnen gaan naar Ineos, waar wij al van weten, of waar iedereen van weet dat er interesse is. Zeker vanuit de kant van de ploeg en vermoedelijk ook wel vanuit de kant van de renner. Herinner u het interview net voor het WK
tijdrijden waarin vader Evenepoel in La Dernière Heure zegt van, goh, ik kan niet garanderen dat Remco volgend jaar bij de ploeg van Lefevre rijdt. Zoals ik het nu wel zie, waren zij ook, of zijn zij niet op de hoogte van de gesprekken tussen Jumbo en Quickstep. Maar ja, ik denk wel dat Remco, of dat vader Evenepoel, die toch zijn manager is, dat die nu toch ook wel zeggen van, misschien biedt dit wel mogelijkheden. Ja, lijkt mij geen slechte situatie potentieel voor Evenepoel. Nee, absoluut niet. En goh, ik denk ook wel dat de relatie tussen Patrick en Remco, dat die ik moet heel voorzichtig zijn, hè, want ik kan het niet 100% zeker zeggen, maar dat die momenteel niet optimaal is. Ja, goed. En dat dit voor... Er zijn wat strubbelingen. Voor de kampen, hè, als ik het zo mag uitdrukken, de mogelijkheid biedt om op een zeer gelante manier afscheid van elkaar te nemen. Maar nogmaals, ik praat in het eilen. Ik kan dat niet bevestigen. Ik heb weinig reden om daarvan uit te gaan, buiten mijn buikgevoel. Ja, plus, het is wel een feit wat je zegt. Dat zijn feiten die we wel aanbieden van te zeggen van, oké, er is een paying agent. Mm-hmm. En stel dat is inderdaad een scenario, maar dat is een potentieel, dat is een mogelijkheid. Als de paying agent Jumbo-Visma is, dat dan Evenepoel vrij zou komen. Ja. Dus dat zijn wel feiten. Goed, of dat dan zo gaat uitdraaien, gebeuren, dat is een andere zaak. Ja. Maar dat zijn wel feiten. Johan Bruineel die gaf vandaag ook bij ons, dus ik heb het al vermeld, een interview aan Jan-Pieter Vlieg. Dat is trouwens fantastisch, want ja, Johan Bruineel die zat toevallig, Jan-Pieter vertelde het mij ook toen hij uit het telefoonkotje hier kwam. Met Ulrich, met Armstrong. Ja. Dus die Bruineel zei van ja, ik rij hier met voor mij Ulrich en Armstrong. Ja. Dus blijkbaar op Mallorca hebben ze een soort van reunie en dan kunnen mensen betalend daarmee mee fietsen. Het is voor van, veel geld. Ja, voor veel geld. En het interview vond eigenlijk plaats toen Bruineel daar achter aan het rijden was als sportdirecteur en Derjan aan het toespreken was, wie Gates enzovoort. Dus ja, fantastisch. En Jan-Pieter heeft dat ook zo weergegeven. Maar ja, de mindfuck ook bij Jan-Pieter van, je belt Bruineel, die een tijdje in de media veel minder opgebeld werd. Je belt die dan nog eens over die fusie en dan blijkt die daar plots met Armstrong en Ulrich voor zich te rijden. Een soort van, Jan-Pieter beschreef het ook, mijn gsm leek wel een teletijdmachine. Ja, 2000. Ja, klopt. Maar goed, hij zei twee dingen. Eén van, ik zie wel waarom Jumbo-Visma dit doet. Je hebt het daarnet ook aangegeven, geld gewoon. Ja. Als je geld nodig hebt, dan waarom staan mensen om 4:30 ochtends op? Ja, omdat ze nu eenmaal moeten gaan werken om geld te hebben. Dus dat is natuurlijk een heel simpele verklaring. Ik denk ook, je mag niet vergeten, toen Bruineel, net voor de fusie, had hij de Ronde van Frankrijk gewonnen met Contador. En slaagde hij er ook niet in om voldoende financiën te vinden om zijn team verder te zetten. Dus de Tour winnen is geen garantie natuurlijk. Het waren andere tijden, het waren moeilijkere tijden. Ik ga nu ook niet zeggen dat Jumbo niet vervangen zou kunnen worden door een sponsor van buiten het wielrennen, maar ik heb echt wel het gevoel dat Plugge kiest voor, niet voor de makkelijkste oplossing, dat is fout gezegd, maar voor een oplossing die hij speelt ook een concurrent kwijt natuurlijk. Hè. Enfin, een concurrent. Er valt dan wel een belangrijke ploeg weg. En we kunnen dan wel zeggen, maar dat is slecht voor het wielrennen. En dat is ook zo. Maar daar zal, denk ik, Richard Plugge ook niet direct van wakker liggen. Ja. Goed, wij bekijken natuurlijk door een Belgische bril als het over Soudal Quickstep gaat, met Lefevre, maar die heeft eigenlijk maar 20% van de aandelen van die ploeg. Er is natuurlijk een soort van onbekende factor, Zdeněk Bakala. Dat is de Tsjechische geldschieter een beetje, de sugar daddy achter de ploeg. En die heeft 80% van Dekolef, de structuur achter Soudal Quickstep, in handen. Maar we weten eigenlijk heel weinig van zijn beweegreden. Misschien is hij het ook beu en wil hij ook verkopen. Is dat een van de redenen waarom we dit allemaal langs de kant van die ploeg? Ik durf te twijfelen. Ja? Omdat voor Bakala is 80% aandelen van de wielerploeg, dat is peanuts. Ik bedoel, die mens heeft zijn budget elders en zijn kapitaal en zijn rijkdom elders gemaakt. Dus dat bedrag gaat niet bepalen of hij wel of niet van een zorgeloze oude dag kan genieten. Bij Patrick denk ik dat dat iets anders ligt. Dus Patrick is ook voor 20% aandeelhouder. Is
daar ga ik toch vanuit, iets minder gefortuneerd dan Bakkela. Dus heeft er ook wel belang bij dat die 20% dat hij die te gelden kan maken. En ja, dat hij dan effectief kan genieten van een iets of wat rustige oude dag. Hij zou dan ook nog een rol krijgen als toezichthouder in de Raad van Commissarissen. Wat vermoedelijk ook niet pro forma is, waar hij ook wel voor betaald zal worden. Dus ik denk dat Patrick A. er alle belang bij heeft. En ja, Bakkela, goh. Voor hem maakt het denk ik niet veel uit. Het is natuurlijk, er zijn ook wel wat Slovaakse sponsors, als ik het me niet vergis. Janom zit erbij. Ja, dat is toch een bedrijf dat volgens mij uit Slovakije komt en niet uit Tsjechië. Maar er zitten wel wat bindingen met het voormalige Tsjechoslowakije. Maar is dat voor Zdenek Bakkela een reden om wel of niet te verkopen? Ik denk het niet. Dus het zou inderdaad best kunnen dat hij zegt van goh, ja, kijk, ik heb nu toch x aantal jaren, en dat spreken we toch over een tiental jaren, in het wielrennen geïnvesteerd. En hij is er nooit meer naar buiten gekomen, want weinigen hebben hem ooit gezien op de koers. Hij is zeer zelden op de wedstrijden aanwezig. Hij heeft ook nooit laten uitschijnen dat het hem tegenstak, maar ik bedoel, ik ken hem niet, hè, maar ik denk wel dat het type mensen zijn die zeggen van oké, ik ben er nu 10 jaar in geweest en ik ga nu 10 jaar mijn geld investeren in darts, om maar iets te zeggen. Ja, het moet prettig zijn als je zo kan redeneren, Guy. Oké. Goed, ja. We gaan even luisteren naar een boodschap en dan gaan we het toch nog even over de koers zelf hebben. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Ja, want voor die bom zondag viel op de redactie, was er een EK gereden, het EK wielrennen in Drenthe. Ach ja. Ja, inderdaad, gewonnen door Christophe Laporte, voor wie dat intussen vergeten zou zijn. En Wout van Aert, die werd tweede. Alweer tweede, de 40ste keer in zijn carrière blijkbaar dat hij een tweede plaats bezet. Ja. En de 12e keer op een kampioenschap de laatste jaren. Ja, op de weg het lijstje is enorm. Hè, van Olympische Spelen tot tijdrijden, tot wegrit enzovoort. En nu ook nog eens dat EK. Je zou zeggen, ja, die zilveren medaille kan er wel nog bij. Maar langs de andere kant heeft hij niet toch een beetje probleem. Ook in die Belgische ploeg bijvoorbeeld. Het steeds niet afmaken, de lead die er aankomt. Hij maakte zich ook wel zorgen over in de zin van, ja, er moet iets gebeuren. Hij beseft het ook wel. Hè. Ja, maar ga je dan zeggen van, ja, nee Wout, je kan het niet afmaken, dus je bent geen kopman meer. Ik vond de Lee fantastisch. Maar de Lee had zelf aangegeven, de voorlaatste ronde van kijk Wout, het is voor jou. Mm-hmm. De manier waarop hij de sprint aantrekt is onvergelijkbaar. Ik bedoel, dat zie ik niemand doen. Mm-hmm. Maar hij gaf zelf wel aan van ja, nee, ik voel me nog niet klaar. En volgend jaar gaan we echt naar zwaardere parcoursen. Dus ik denk nog altijd, ik bedoel, als Wout 20ste wordt, dan kan je zeggen van, hier, we hebben een probleem. Maar hij wordt tweede en hij wordt tweede op een zucht van de eerste plaats. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij erover zou gaan. Ik maar ook, hij moest op een gegeven moment toch terug gaan zitten, de laatste 100 meter. Is dat een schande? Nee. Is dat verliezen? Ja, dat is verliezen. Maar Wout van Aert werd niet naar huis gereden. Hè. Ik bedoel, met dank aan een fantastische De Lee kon hij echt een prachtige sprint rijden. Maar ja, Laporte is nu ook niet om het even wie. Hij rijdt ook voor Jumbo-Visma. Dus, het was weer 1, 2 en 3. Voilà, dus dat is misschien ook wel een garantie. Want bedoel, Olaf Kooi, Jumbo-Visma, voilà, werd derde. Hè. En je mag ook niet vergeten dat Kooi ook niet de minste renner is. En die kon er toch niet overkomen. Mats Pedersen, daar spraken we zelfs niet van, maar die kon gewoon niet volgen. Dus zeggen dat Wout van Aert een slecht EK heeft gereden, is fout. Ja. Maar Bon heeft niet gewonnen. Ja. Hij was misschien beter 10e of 20e geweest dan nog maar eens tweede, maar eigenlijk ook niet, bedoel. Hij sprak over, ja, misschien is een reset, dat is natuurlijk in het moment een reset deze winter. Ik vraag me dan af wat hij daarmee bedoelt. Of zou kunnen bedoelen. Ik denk niet dat Wout veel moet resetten. Hij moet gewoon blijven verder werken zoals hij bezig is. Ik ga ervan uit dat hij deze winter in het veld
ongeveer hetzelfde aantal wedstrijden zal rijden als vorige winter. Zijn er een 12-tal, als ik het goed voor heb. Dat is dan in mijn ogen en ook zeker in zijn ogen weer de ideale voorbereiding op het wegseizoen. En ik denk niet dat hij in de winter veel moet veranderen. Moet hij iets veranderen qua programma? Bij Jumbo Visma zijn heel veel wijzen en mensen die erover kunnen beslissen, die misschien zeggen van ja, we gaan nu toch weer trainen wat Adriatico rijden in plaats van Parijs-Nice, of we rijden misschien geen van beiden, kan ook. En we gaan op een andere manier toewerken aan de klassiekers. Dus ja, dat kan wel anders, maar nogmaals, in het veld denk ik niet dat hij moet aanpassingen doorvoeren. Misschien in zijn wegprogramma, maar misschien ook gewoon in zijn wegprogramma om hem hongerig te houden. Want ja, Wout heeft intussen eigenlijk nog niet zoveel wegseizoenen gereden, want we kennen hem allemaal als veldrijder. Maar heeft af en toe ook al wel eens veranderd, hè, van Tirreno naar Parijs-Nice. Ik zeg maar iets, hè, misschien moet hij eens naar Argentinië gaan of moet hij Australië down under doen. Maar misschien wil hij ook weer gewoon wereldkampioen veldrijden worden en gaat hij straks naar Tabor. Het zijn allemaal pistes en dan kunnen wij wel zeggen van ja, dit, dat, dus zo. Maar dat zijn toch vooral zaken die hij zelf en die zijn entourage en zijn trainer moeten aanvoelen. Want inderdaad, ben je eens, ja, alles weggooien zou ook een beetje jammer zijn. Want uiteindelijk en dom. Want hij is er wel altijd, hij komt altijd in de buurt. Parijs-Roubaix is een heel mooi voorbeeld. Ja, zonder pech wint hij mogelijk. Allicht, weten we niet, maar dat had wel gekund. En dan spreken we misschien ook al anders op over dit seizoen. Een piste waar ik wel aan denk, dus los van natuurlijk ja, voorbereiding, training, waar wij veel minder zicht op hebben van wat doet hij nu al, wat zou daar kunnen bijgestuurd worden, dat moet men intern bekijken. Maar een piste waar ik wel aan denk, is bijvoorbeeld wat hij in de Ronde van Groot-Brittannië gedaan heeft. Als Wout ergens rijdt, en bijvoorbeeld ook in de Tour, dan wordt er elke dag naar hem gekeken. En in de Ronde van Groot-Brittannië heeft hij nu... Mensen konden dat van buitenaf misschien wat vreemd vinden. Heeft hij vooraf gezegd, à la Mathieu van der Poel bijna, van, oh, maar kijk, ik start die ronde en ik ga in functie van Olaf Kooi rijden. Ja. En dan ja, neem je wel wat de druk weg. Dan kan hij op een andere manier koersen. Kan hij het ook à la Mathieu van der Poel is een weekje ja, toch wat iets meer aankijken enzovoort. Dus ja, misschien is dat een optie dat hij op die manier wat het anders aanpakt. Ik vind de vergelijking toch niet volledig correct, want ik ben er toch wel van overtuigd dat Mathieu van der Poel ook graag een etappe had gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Groot-Brittannië kan je niet vergelijken met Frankrijk. Wout wint uiteindelijk ook de Ronde van Groot-Brittannië. Ja, moeten we niet vergeten. Maar is er wel met minder druk ingestapt. Ja, maar renners van het kaliber van der Poel, van Aert, die starten nergens zonder druk. Is het niet de druk die wij hen opleggen, of de druk die de supporters of de community, zal ik maar zeggen, en opleggen, dan is het wel de druk die ze zichzelf opleggen. En ik geloof niet zozeer in het verhaal, we gaan hier eens even koersen zonder te willen winnen. Ja. Groot-Brittannië, Wout had het inderdaad voorhand aangegeven, van ik ga lead-out doen voor Olaf Kooi, en dat is ook telkens perfect uitgedraaid. Maar het tegendeel, stel dat het niet zou gelukt zijn, ja, dan was er toch weer commentaar gekomen, hè, van zou je niet beter zelf gesprint hebben? Ik denk, Wout van Aert en zonder druk rijden is zeer moeilijk. Vanuit de omgeving, B, vanuit hemzelf. Ja. Wel, wat als je luistert, gewoon blijven verder doen. Misschien ja, hier en daar wat links, wat, rechts, wat ja. afveilen. En er moet juist niks. Er moet juist niks. In het geval van niks. Goed, wij gaan vooral uitkijken nu wat er nog komt. Hè, want los van de fusiegeruchten die waarschijnlijk de komende week ook weer elke dag het nieuws zullen beheersen, is er zondag in Leuven dan nog wel een EK Gravel ja. met aan de start? Thibaut Nijs. Mathieu van der Poel? Nee, toch niet. Ik ben vanochtend terecht gewezen dat Mathieu... Ik dacht dat ook. Ja. Nee, toch niet. Dus, maar Thibaut Nijs is ook goed. Thibaut Nijs... Jasper Stuyven. Stuyven, een goede naam voor gravel. Het zal er Stuyven. Maar wat wel opvalt, is dat de gravel al maar belangrijker wordt. Ja. Hè. Je ziet dat de constructeurs er volop op inzetten.
Dat is een nieuwe niche eigenlijk, binnen het gamma van fietsen dat wordt aangeboden. Dus constructeurs vinden dat heel belangrijk. Er gaan ook heel veel veldrijders deelnemen. Als ik het goed voor heb, ook Elise Irbit, Michael van Toerenhout. Omdat Shimano met een nieuwe set komt, speciaal voor het gravel gebeuren. Een week later heb je het WK gravel. Dus, in Veneto, geloof ik. Veneto, inderdaad. Veneto, ja. De gravel, denk ik, gaat niet zozeer het veldrijden bedreigen, maar is toch wel een factor die de mountainbike toch wel wat onder druk zet. En wie neemt deel aan het WK gravel? Ik hoop dat dat nog altijd wel komt. Wout van Aert. Absoluut. Wie weet dan toch WK gaat voor Wout. Zou zomaar kunnen. Of tweede. Hè? Of zilver, stel je voor. Nog een zilveren medaille. Ja, goed, ja. Wout, we wensen jou zeker en vast goud. Op diezelfde dag trouwens nog een interessante wedstrijd. De Ronde van Lombardije. Nee, dag voordien. De dag voordien. Lombardije is op zaterdag, het WK gravel is op zondag. Ah, dat kunnen we ze alle twee zien. Heel fijn. Goed. Inderdaad. Ik zal ook... Ik heb de opdracht gekregen om allebei aanwezig te zijn. Dus wow. Het zal zaterdag heel snel van Bergamo, want er komt Lombardije aan, richting Treviso, want daar start... Het WK gravel op de locatie waar het WK veldrijden in 2000, moet ik even heel goed kijken. Googelen, het WK veldrijden is gestart waar Lars Boom wereldkampioen werd, maar Peter Sagan volgens mij tweede werd bij de juniores. Achter... Goed, je weet de start nog liggen blijkbaar. Ja, waar wij op zoek moesten naar Tom van Oppen, die vermist was. Een heel verhaal. Ja. Nee. Dus, maar goed, dat is goed. Ik dacht dat die samenvielen. Dat kunnen we van beide genieten. En van beide, van jouw commentaar ook genieten, want jij zal de twee moeten combineren. Dat is iets om naar uit te kijken. Dus niet dit weekend, maar het weekend nadien. Het weekend daarna, inderdaad. Ja, voilà. Ja. Bedankt, Guy. Graag gedaan. Ja, en in onze volgende podcast zullen wij natuurlijk veel aandacht hebben voor dat WK Gravel en ook die Ronde van Lombardije. En wie weet ook wel nog over de fusie. In elk geval, tot dan. Tot de koers is van ons. Het is los. There he goes. Gotcha now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van der Poel. Explosion, de Remco Evenepoel. Here goes the attack. Lotte Kopecky, Mathieu van der Poel. It's a monument man again.